Ik vind dat er een hele mooie connectie is tussen Sweco en tussen Defensie. Als je kijkt naar Sweco, vroeger heten we Grondmei, Hollands Glorie, meer dan 100 jaar historie, waarin we gewerkt hebben in Nederland aan veiligheid en bescherming. En daar ligt natuurlijk eigenlijk een hele mooie vergelijking met Defensie, wat ook Defensie voor het land Hollands Glorie is en ook heel veel gaat over veiligheid en bescherming. En dat is denk ik wat ons beide bedrijven, als je ook Defensie een bedrijf mag noemen, verbindt. Als reservist ben ik aangesteld bij 1 CMI-commando. En daar ben ik ook specialist op het gebied van afvalwater en hygiëne en sanitatie. Ik was pas ook uitgenodigd voor de uitreiking van de Reservisten Werkgevers Award die wij gewonnen hebben. Nou, dat vonden we als bedrijf heel mooi. Hè, omdat het ook nogmaals die link aangeeft tussen Sweco en tussen Defensie. Ik ben als reservist in Mali geweest. Ik heb daar geholpen om problemen aan de afvalwaterzuivering van Kamp Castor op te lossen. Ik merk ook uit het enthousiasme van de reservisten dat ze het met uitermate veel plezier doen. En dat het ook een helpt en extra energie geeft om het werk wat ze voor ons als bedrijf doen, om dat met nog meer overgave en trots ook uit te voeren. Wat mij drijft als reservist is dat ik aan de ene kant mijn kennis kan inzetten in een compleet andere situatie dan in Nederland. In landen als Mali, maar ook Afghanistan, met heel weinig middelen en heel weinig geld en een beetje kennis, al heel veel verbetering kunt brengen in leefomstandigheden. Dat is de idealistische kant, zeg maar, van waarom ik reservist ben geworden. En aan de andere kant is het ook gewoon, van vroeger uit, als klein jongetje vond ik het altijd al verschrikkelijk machtig interessant. Juist die connectie tussen ons bedrijf en Defensie helpt ook om elkaars werelden beter te leren begrijpen. Het geeft meer motivatie. En alle energie daarin is hartstikke goed mooi meegenomen. Ik heb een graanhandel. Ik werk met 10 medewerkers. Wij kopen de landbouwproducten van de akkerbouwers in Binnenzeel-Vlaanderen. Dat zijn granen, zaden en voornamelijk peulvruchten die hier geteeld worden. Wij ontvangen die, wij schonen die, wij slaan die op en gaan we zenden over heel Europa. Van 10 medewerkers heb ik 1 reservist. Je hebt een goed contact met je medewerkers. En op een gegeven moment komt Defensie ter sprake. En eerst heb je wat tegenwerping, want je moet naar Defensie en we weten niet wat het is. Ja, dat was eigenlijk per ongeluk, want ik dacht, laat ik hem eens vragen. Maar ik dacht, die zegt wel nee, maar die zei ja en toen ging hij mee naar de landmachtdag. En hij heeft me toch omgedurnd en ik heb meer begrip voor wat hij doet. En dat vond hij heel geweldig. Dat was heel enthousiast. En ik heb de tegenwerping die ik van tevoren had, die heb ik toch naast me neergelegd. Het mooiste waar mijn werk is bij Defensie, vind ik altijd bijvoorbeeld Prinsjesdag. Als erewacht bij de koning of de koningin. En ook de For Freedom Awards in Middelburg. Wij worden als werkgevers ook ieder jaar uitgenodigd voor de open dagen. Daar zie je een heleboel dingen waarvan wij niet weten in het achterland wat er daar werkelijk gebeurt. Mijn voldoening van dit aangelegenheid is dat ik heel goed met de jongens kon schieten en die saamhorigheid. Als je in de kantine zit onder elkaar, dan wordt er wel eens kritisch over dat soort dingen gepraat. Moet je weer naar dat leger of moet je weer? Daar is onbegrip over, ik had het ook. Maar door me interesseren voor wat hij doet, ben ik uit die isolatie gekomen en heb ik interesse. En vind ik ook dat ik kan bijdragen op die manier voor een meer vredig en een veiliger Nederland, want dat is toch wat we allemaal willen. Kroekman Logistics is een logistiek dienstverlener in het hoofdkantoor in de Rotterdamse haven en actief over de hele wereld. Wat wij doen, als je het heel basic neemt, de opslag van goederen en we zorgen dat het komt vanuit Japan, Amerika en dat het geleverd wordt thuis tot Milaan of Rotterdam. Het is een mooi bedrijf. Het biedt van alles. Je kan verschillende dingen doen hier, zoals controle uitvoeren, zoals ik. Wij hebben op het moment 4 reservisten bij ons werken. En dat is best aardig wat. Op een club van 500 medewerkers is dat nog beperkt, dus dat kunnen er zeker meer worden. Voordat ik bij Broekman Logistics begon, was ik beroepsmilitair. Ik heb 8 jaar gediend, 3 jaar bij het Koninklijk Huis. Volgens de wachtmeesteropleiding gedaan en toen ben ik voor 3 jaar op Schiphol geplaatst. Of zijn de grenscontroleur? Wij hebben direct contact met de afdeling BBO, de uitstroomorganisatie van Defensie. Daardoor hebben we een FPS 2, corporaal 1. Ja, dus iemand die uit moest stromen bij Defensie, bij ons binnen kunnen halen. Voordat ik hem overnam, heb ik wel gezegd dat ik graag wil dat hij reservist blijft. Omdat wij daar ook de meerwaarde van zien. En zo ben je toch nog een beetje betrokken bij de speciale opdrachten in het land.
die bij jou. Dankjewel en tot ziens. Het vervoer van gedetineerden met de witte cellenbussen is het meest zichtbare werk van de dienst Vervoer en Ondersteuning. Kortweg de DVNO. Wij hebben een aantal reservisten in dienst. Die geven wij de ruimte om te werken aan training, aan uitzending voor de krijgsmacht. Na mijn korpsmariniers ben ik overgestapt naar justitie. En daar werk ik nog steeds bij. De krijgsmacht wil steeds meer gaan werken met een flexibele schil van reservisten. En daar geven wij als dienst graag de ruimte voor. Ik heb heel veel ceremoniële taken van Defensie overgelegd naar justitie. Interessant is voor mij, en daar moeten we nog best stappen in zetten, om precies te weten wat die 32 reservisten nou eigenlijk doen bij Defensie en wat ze doen bij ons. En om dan een goede match te maken. Maar het is natuurlijk waar, mensen hebben allerlei trainingen en opleidingen en ervaringen bij Defensie gedaan. En daar kan ik één op één bij onze executieve dienst dankbaar gebruik van maken. Bijvoorbeeld 5 jaar geleden de vaandel. Het is traditie bij Defensie om een vaandel te eren. Dat hebben we dus nu ook als onze dienst. En bij elke gelegenheid wordt een vaandel meegenomen. Onder andere bij bijvoorbeeld BOA-beëdigingen, diploma-uitreikingen. Daarbij hebben wij 3 divisies en elke divisie heeft zijn eigen schildje. En ook dat is eigenlijk van Defensie meegenomen. Nou, wij hebben wel beleid dat we ruimte geven aan onze reservisten. Maar dat is de volgende stap die ik nog graag wil zetten. Om nog meer het nut, het directe nut voor onze dienst, verder te verkennen. CGI is een wereldwijde speler op het gebied van services rond ICT. Dat betekent dus alles tussen het maken van een specifieke programmatuur tot het onderhouden van grote applicaties en netwerken. Defensie is een heel bijzondere klant, van logistiek tot personeel tot daadwerkelijke gevechtsoperaties en alles wat daar tussen zit. Dus het is een hele bijzondere klant en dat maakt het ook voor onze medewerkers interessant om voor Defensie te werken. Met name omdat het de combinatie tussen met je hoofd bezig zijn, overdag als technisch werkleider bij CGI. En daarnaast als reservist in het veld werkzaam te zijn, waarbij je compleet andere dingen doet. Reservist voor CGI staat eigenlijk nog relatief in de kinderschoenen. Wij hebben in ieder geval de mening dat het verder verbreden van dat fenomeen, dat van belang is voor 3 partijen. Voor Defensie, voor onze medewerker en voor CGI zelf. Dat is een van de verbeterpunten die wij willen bewerkstelligen, dat ook de werkgever meer de enthousiasmerende kracht is achter het leveren van een reservist aan Defensie. Ja, een van de belangrijkste redenen om ook te gaan werken als reservist is om ook dingen naast CGI te gaan doen, dat ik mezelf verder kan ontwikkelen. En dat heeft met name ertoe gezorgd dat ik enerzijds een hoop plezier in mijn werk heb teruggevonden. Anderzijds dat ik ook het werk meer ben gaan waarderen. Mijn advies richting mijn werkgevers zou zijn om groepen te maken. Binnen mijn bedrijf heet dat Special Interest Group. Als het iets oplevert voor CGI als bedrijf, ja, dan kan je daar in ieder geval over om de tafel. Contractueel houden wij ons bezig met het bouwen van IT-systemen. Maar aanpalend werken wij ook mee aan het medevormgeven van de reservistenbeleid en het invulling geven daarvan. Ja, zo is dat.